Meneer Roemer, welkom in Nieuwerijn. Dankjewel. De grootste zorg in Nederland is toch een gezondheidszorg. Wat vindt u daarvan? Ja, we kunnen al een hele boom opzetten wat de grootste zorg is. De gezondheidszorg is absoluut iets wat we heel veel zorgen baart. Naast natuurlijk dat de economie vreselijk achterblijft en dat het vertrouwen van mensen in economie en in de politiek erg laag is. Maar specifiek de gezondheidszorg, ja, heel veel mensen maken zich er zorgen over. Vooral over de bezuinigingen, forse bezuinigingen. Je zult maar net aangewezen zijn op dagbesteding of op thuiszorg. Nou, dan komen er hele vervelende bezuinigingen aan als het allemaal doorzet. Je zult maar werken in de zorg en op de nullijn zitten. Dus de vraag is heel terecht. De zorg is een heel groot punt. Grote problematiek. Hoe zou de SP dat op kunnen lossen? Heel kort. Nou kijk, de gezondheidszorg, die bezuinigingen die er nu zijn, heeft niets met bezuinigen te maken, maar met het verleggen van kosten. En heel veel mensen de zorg ontnemen die het hard nodig hebben, bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Dat is eigenlijk het slechtste wat je kunt doen. Vraag mensen op de werkvloer die in de zorg werken, die kunnen je zo 1000 voorbeelden noemen waar verkwisting is, waar verspilling is, waar het met minder bureaucratie veel goedkoper kan. De werknemers van 50 jaar en ouder die ontslagen worden, hebben grote problemen om meer het werk te komen. In Den Haag denkt men, dat is nogal makkelijk, dat kun je makkelijk doen. Je stopt het ene potje met het andere potje en die mensen gaan werken. Is niet waar. Hebben ze daar hun ogen dicht? Nee toch? Ik denk het wel. U hebt hartstikke gelijk. Heel veel mensen die nu ontslagen worden of werken bij een bedrijf dat failliet gaat, die ouderen zijn er 40, 45, die komen gewoon niet aan de bak. Maar niet alleen ouderen, ook jongeren. De jeugdwerkloosheid is inmiddels gestegen tot 15%. Kijk, wat er moet gebeuren is dat er banen bij gaan komen. We moeten nu investeren in de economie, investeren in de bouw, zodat de economie weer aangezwengerd wordt en dat we banen gaan creëren. Wat we nu doen is extra bezuinigen. Dat betekent nog meer bedrijven die over de kop gaan, nog meer mensen die ontslagen worden. Dus het wordt van kwaad tot erger. En om het nog maar helemaal onbegrijpelijker te maken, we krijgen meer werklozen, jongeren die niet aan de bak komen. En laten we ouderen doorwerken tot 67. Dat is helemaal krom. Ja, het is een beetje een omgekeerde wereld. De PVV heeft een heel mooi actieplan, denk ik. Of mooi actieplan. Wij tekenen de protest aan. Wat vindt u daarvan? Nou, iedere partij moet vooral doen waar hij zelf vindt dat hij goed in is. Wij doen het op onze manier. Zij doen het op hun manier. Vraag mij vooral naar wat de SP wil. Wat wil de SP? Nee, kijk, waar... Wat wij vooral nu vinden is dat er nu eindelijk gestopt moet worden met die agenda van bezuinigen. Ik dank u voor dit gesprek. U moet de zaal in, want de mensen zitten met smart op u te wachten. Meneer Roemer, dank u wel. Graag gedaan, u ook dank. Ik ben heel blij mee dat werkgevers en werknemers bij elkaar aan tafel zitten. Want de problemen in de samenleving zijn mega groot. Het wantrouwen van mensen in de politiek en in de economie is nog nooit zo laag geweest als nu. We hebben van de week zondag weer zo'n peiling van Maurice de Hond. Maar die heeft ook beoordeeld van hoe doen politici het. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon heel eerlijk gewoon schrikken dat we allemaal zo slechte beoordelingen krijgen. Dat zegt iets over het vertrouwen van de mensen zoals de politiek het doet. Maar vooral ook het wantrouwen die we hebben in de economie. En dat is niet gek. Elke dag gaan er bedrijven failliet. Elke dag worden er mensen ontslagen, komen ze thuis te zitten. Het aantal banen is dramatisch laag. Het aantal werklozen dramatisch hoog. Jeugdwerkloosheid van 15%. De AWBZ wordt onbetaalbaar en er moet dus worden ingegrepen. U zei daar nee op. Als ik het goed heb, geven we nou jaarlijks 23, 24 miljard aan de AWBZ uit. Het kabinet wil dat in deze periode terugbrengen tot de helft, 12 miljard. Los van dat bedrag, vindt u dan dat 24 miljard te dragen is door de samenleving? We dragen het nu al met elkaar, ja. Dat is één. En twee, we willen allemaal, en u straks denk ik ook, we willen allemaal gezond oud worden. Maar we weten allemaal dat we straks, als we zover zijn, dat we op enig moment komen ook aan die zorg toe. Wat er nu gezegd wordt is ook weer heel tegenstrijdig. Enerzijds zeggen ze van mensen moeten langer thuis blijven wonen. Dat is ook de ontwikkeling. Ik kijk rechtstreeks naar mijn eigen familie. Ja, mensen willen graag langer thuis blijven wonen. Wat gaan we vervolgens doen? Gaan we de thuiszorg afbreken? We willen graag dat mensen langer thuis blijven wonen.
Dan gaan we de dagbesteding afschaffen. Wordt even de thuiszorg, wordt de thuiszorg afgebroken? Of dacht ik, hij gaat naar de gemeente toe om te kijken of daar die voorziening, want het wordt een voorziening. Het is geen recht meer, maar het wordt een voorziening. En de gemeente zou dat over moeten nemen. Ja, met een korting van 75%. 75%, ja. Dus is dat gewoon afbreken. Want gemeentes die krijgen er een heleboel taken bij. Ik ben zelf wethouder geweest, ook van financiën onder andere. Dan weet je dat je een heleboel taken erbij krijgt. Als je daar de middelen niet van krijgt, kun je het ook niet bieden. En dan wordt er gezegd van, dan moet je dus maar meer zorgen dat de familie het gaat doen, dat de buren het gaan doen, dochters, schoonmoeder, kan mij schelen, wie allemaal. Als je nou weet dat we op dit moment al meer dan 2,5 miljoen mantelzorgers in Nederland hebben van een kwart overbelast is. Overigens ook weer zoiets tegenstrijdigs. We willen dat mensen meer de mantelzorg gaan doen, maar we moeten wel langer doorwerken. We moeten meer gaan werken. Dat is allemaal weer zo tegenstrijdig als het maar zijn kan. Maar daar zit hem de kosten helemaal niet in. En dit is eigenlijk ook een bezuiniging die je later als een boemerang terugkrijgt. Nee. We hebben de vraag nog even. Het kabinet Rutte zit tot 2017 de rit uit. U zei nee. Ik werd een beetje gedwongen natuurlijk. Ja. En u laat zich dwingen, begrijp ik dus. Nou, ik laat me dwingen tot het geven van een antwoord. Maar het eerlijke antwoord is, daar gaat de oppositie natuurlijk niet over. Nee, maar het is wel zo, de hond heeft dit ook gepeild. Ja. En er was, meen ik, iets van 44% en die denkt inderdaad dat dit kabinet de rit niet uitzit. Waar ook de coalitiepartners, VVD en PvdA, ook daar de meerderheid, denkt dat ze de eindstreep niet halen 2017. Dat betekent dus voor die tijd nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, ook voor de SP. Ja. De laatste, waarom kiest u nou voor Metallica in plaats van Borsato? Nou, ik heb ze allebei live gezien, dus... Zegt dat genoeg? Nou, dat zegt in ieder geval dat ik een enorme muziekliefhebber ben. Ja. Ik hou van jongs af aan hou ik al van stevige hardrock. Maar ik hou ook van Nederlands muziek, hou ook van klassiek. Jazz. Ik ben heel breed. Maar als ik echt een keer mijn hoofd leeg wil hebben, dan zet ik toch het liefst hardrock aan. Oké. Okay. Kijk eens, nou ja, van het geur, kleur en smaak. Nee, kleur, geur en smaakcentrum moet ik zeggen. Zees van Zuilichem op de beste wijn van Nieuwegein, omdat ze mooi rijmt. En hij belooft dat hij er twee rode wijnen in zou doen. Heel hartelijk dank. Fantastisch. En succes. Dank u wel. Dank u wel. Bedankt. In de bomvolle zaal luisterde men naar Emiel Roemer, de leider van de SP, tijdens het politieke café in de Lantaarn te Nieuwegein.